Slaap is groeien, hè? Dat is goed, hè? Slaap is groeien. Slaap is groeien. Yes. Nou, hier zijn we dan weer. Krachtkuur dag nummer 8. Time flies. Het is morgen alweer dag 9 en dan woensdag alweer dag 10. Dus ik ben Daniel Bellinger. Dit is mijn personal trainer Astrid van Enk. En we gaan vandaag weer knokken. Ja, absoluut. Ik zeg, je bent zo lekker bruin geworden. Wat is jouw geheim? Het wordt elke dag bruin. Even in de zon, niet te lang. Half uurtje? Ja. Dan ben je wel uit. Half uurtje en dan ga ik weer uit. Factor 50, 40? Nee, factor 0. Kijk, dat is dus mijn probleem. Ik ben dus in slaap gevallen in de zon eergisteren. Dat moet je dus niet doen. Dat is heel goed. Maar oké, half uurtje erin? Ja. Half uurtje erin. Ja, en dat ik geen factor gebruik is natuurlijk gewoon, ja, dat mag ik eigenlijk niet zo verkopen, maar ik zweer erbij. Ga ik langer in de zon gebruiken, ik ben een factor. Oké. Nou, goede tip. Wij gaan weer beginnen met de leg press. De favoriete, 110 kilo. 3 sets 12. Dus we zien je zo weer. Tof dat je erbij bent. Ik begin het ook wel lekker te voelen, moet ik zeggen. Goed, hè? Zijn het echt ook die supplementen? Half-half. Ja, want als ik die supplementen niet zou nemen, ik was er wel benieuwd. Hoe zou ik me dan voelen? Zwaarder? Heel moe. Heel moe. Had je er niet getrokken? Ik had gisteren wel even een pittige dag. Gisteren kwam ik terug. Van 1 uur tot 4 uur middags boven. Siesta gedaan. Echt 3 uur geslapen. Heel diep. En gisteravond ging ik om 10 uur naar bed. En ik werd vanochtend om 8 uur wakker. Het is echt bijgeslapen, joh. Maar... Slaap is groeien, hè? Is goed, hè? Slaap is groeien. Slaap is groeien. Oefening nummer 2. Hoeveel gaat Astrid te doen? Ik wil 3 sets van 4 is in totaal 12 herhalingen kunnen maken. 3 sets van 4. Er mag pauze tussen zitten, mag 3 sets van 4. Ja? Wauw. Ik wil dat jij, Daniel, blijft hangen. En excentrisch zo langzaam mogelijk naar beneden. Dus in 8 tellen eigenlijk. Oké, dus jullie gaan meetellen tot 8. Cool. Drie. 4. Oh, 5. Zo. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oké, okay. Die 13 uur slaap heeft gewerkt. Oeh, oké, nog een keer. Goed zo, mooie lange armen bovendien, dus maak je hele beweging. Full range of motion. Ja. Voelt heerlijk. Waar ik trouwens nog even nieuwsgierig aan ben, wat is jouw wens precies? Wat wil jij graag voor de zomer bereiken? Wil je aankomen, afslanken, strakker worden, op de benen, billen, dijen, taai? Laat even onder de video aan ons weten, wat is jouw wens voor deze zomer? One arm dumbbell row. Oké. Okay. Ja? Voor de rug. Hand op. Knie altijd iets gebogen. Deze laat je ver zakken. Trek hem omhoog richting je middel. En rustig weer terug. Omhoog, daarbij draai je schouder goed mee. En hou hem tegen op de terug. Hier mag je je arm helemaal laten hangen. En dan doe je 12 keer ene arm, 12 keer andere arm. Dus ben je lekker even, zie je lekker even zoeken. Oké. Okay. Oh, tof. Oké, okay, zet je tenen recht naar voren. Je tenen, ja, oké. Okay. Oké, okay, arm laten hangen, je rug is recht. En rustig op de terugweg. Trek hem maar zo hoog mogelijk. Elleboog smal langs je lichaam. Zet je voet eventueel wat naar achteren, Daniel. Is het? Ja, dan heb je ook meer ruimte. Hou je nek lang, ja. Nee? Zo, iets verlengen van je wervelkolom, ja. Ja, zo. Nieuwe machine. Nieuwe uitdaging, ja? Oké. Okay. Tricep, dips. Tussen twee losse toestelling. Why not? Ik zal hem even laten zien. Triceps, dips tussen twee losse toestelling. Ja. Je komt hier zo hangen. Ja. Je laat je zakken. Je duwt jezelf weer op. Laat maar zakken. En duw jezelf weer op. Ah ja. Kijk, in ieder geval begin hoog. En zo langzaam mogelijk weer laag.
Ja, hou me vast. Dit is een leuke televisie. Nee, dat is een blooper. Ja. Begin hoog en hou vast. Eerst even je stappen. Zet eens nooit je voeten even aan de zijkant op het ding. Ja? Oké. Okay. Hou vast. Oké, en probeer die elleboog te buigen langzaam te zakken. Oh. Ik ben leeg. Probeer het nog eens een keer. Geef niet op. Elleboog vlak langs je lichaam naar achteren laten zakken. Kom maar omlaag, kom maar omlaag, kom maar omlaag, kom maar omlaag. Buig die knieën, buig die knieën, buig die knieën. Ja, goed zo. Ouch. Nog een keer. Kom omlaag, kom omlaag, kom omlaag, kom omlaag, kom omlaag. Hoe meer je zwaait met je benen, hoe vermoeider het is. Hoeveel heb je gedaan? 3 keer? 3. Oh, dan moet er nog één. Dan ben je ineens een Frans toilet. Ken je dat, een Frans toilet? Waar je boven hangt? Ja. Functionele training. Oké, langzaam laag. Langzaam zakken, 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 ja. Oké, nou, time flies when you have fun. Hebben we zeker, we zijn echt wel leeg, maar we hebben jullie beloofd de 1-minute challenge te doen. Dus lieve personal trainer van me, welke 1-minute challenge gaan we nog met jullie thuis meedoen. Ik ben echt leeg, ik heb pijn. Hand to shoulder, ja, vanuit de plank. Hand to shoulder. Hand to shoulder. Handen buiten je schouders, je voeten ook buiten je schouders. Oké, okay, en dan dit. Ja, jij gaat timen? Zullen we dat eerst doen? Ja, zullen we gewoon timen? We doen er gewoon 30, dan zijn het wel op een minuut denk ik. Ja? Oké, okay. Ik time wel bij de klok. Okay. Gaan we nu van start. Ik heb op de klok gekeken, 3, dus het komt helemaal goed. 2, 1. Ik zie hier een timer staan, maar even als ik kijken. 50. En die klok is makkelijker joh. Even, ja, nu begint hij. 1. De optie die je hebt, als je het echt niet meer volhoudt, die knieën aan de grond zetten. Heb je het nodig? Kies daarvoor. Ja? 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. En hou je lichaam zo stil mogelijk. Zijn we er al? Heup omlaag, Daniel. 33, heup omlaag, heup stil, heup stil, heup stil. Ja, heup stil, heup omlaag. Laat ze zakken, kom op, ga alles op je knieën. Voeten niet zo breed. Ja. 44, 44, 45, 46, 48, 49, 50. Ja, we zijn er. Oh. 50. Ik heb er 50 kunnen doen. Hoeveel jij? Laat onder de video graag jouw aantal weten. Wij danken je weer dat je meedeed met ons. We zeggen bedankt voor het kijken. Doe onder de video de blauwe duimpjes omhoog voor mijn personal trainer Astrid van Enk van studiofast.nl. Kijk op haar website, echt mega kicken. En vergeet onder niet te abonneren op slankenfittv.nl. Wij zeggen adieu, bent duur en tot morgen. Ah, punt. Ja, ik wou deze om doen. Maar dat mocht niet. En waarom mocht ik deze riem nog niet om die vesten? Hij wil deze riem om doen voor zijn rug. Hij wil een kussen in zijn nek. Dat is Sissy. Sissy toch? Nee, dit is echt een rugondersteuner. In principe kan het heel handig zijn om je rug te ondersteunen tijdens het hengzware liften of squatten. Alleen wat er dan gebeurt, je schakelt ook die stabilisatiespieren in je rug juist op dat moment uit. En dat wil je niet. Je wil ze juist laten werken. Dus je wil juist trainen en zoveel mogelijk die stabiliserende spieren in werking zetten. Want dat maakt je daadwerkelijk sterker. Ben ik blij dat ik hem niet net heb gekocht. Dus, weg ermee.